En ik heb altijd zo wel het idee gehad dat mijn merk en in combinatie met wie ik ben als ontwerpster, dat dat een soort warmtegevoel moet geven. En dat is iets wat ik heel erg mis in de modewereld. Er is heel erg veel koelte. Mijn prints brengen mij altijd wel heel veel geluk. Ook als ik in een periode zit waarin ik liever volledig zwart gekleed ga. Ik kom hier dan binnen in de showroom of ik open mijn computer en ik ben wel altijd omgeven door al die tekeningen en dingen die ik gecreëerd heb. Mijn naam is Marie-Lijn Matou. Ik ben textielontwerpster en ik heb mij gespecialiseerd in het ontwerpen van digitale prints voor stoffen. Alles is met de hand getekend of geschilderd. Kleur is heel erg belangrijk. Kleur is ook emotie. Kleur is eigenlijk puur emotie. Ik zou graag veel meer schilderen, maar dat laat zich op dit moment niet toe. Maar het fijne daaraan is wel, als ik een week niet kom en ik kom dan binnen, dan pas zie ik echt de vordering die ik gemaakt heb. Ik heb onmiddellijk ervoor gekozen om echt groot te gaan werken met het schilderen. Normaal gezien zet ik hele luide technomuziek op. Dat is echt mijn ding. Ik kan niet werken in stilte. Je hoort dat heel vaak, kunstenaars die zich isoleren of zo. Nee, dat kan ik totaal niet. Hoe meer lawaai, hoe beter. En dan gewoon gaan en alleen maar schilderen. Alleen maar bezig zijn met dit. Dat is voor mij echt een topdag in mijn atelier dan. Je bent heel constant omgeven door kleurelementen, dieren, planten, het organische gecombineerd met meer grafische dingen. Het is echt een soort van universum waar je instapt. Ik denk dat positiviteit zeker gelinkt wordt aan het merk. Dat wil ik wel echt dat het vreugde uitstraalt. Op wereldschaal denk ik dat ik mijn doel bereikt heb als mijn naam gewoon een belletje doet rinkelen bij heel veel mensen in heel veel verschillende landen. En dat er op elk continent wel iets van Marie-Lijn Matou te vinden is. Als ik alles opnieuw zou kunnen doen, zou ik nog altijd hetzelfde doen als wat ik nu doe. Ik vind het evolueren en het constant opnieuw heruitvinden, het is soms zeer vermoeiend, maar ik zou het niet anders willen.